Jij komt van mij! Hey! Jij komt van mij! Jij komt van jou natuurlijk! Dus kom ik nooit in! Dat is mooi! Hoe is het? Is het gezond? Weer bij Fox? Ja? Ben gezond, ja? Ja, ik ben een Fox, weet je. Een beetje aangekomen, ja. Een beetje bijgekomen. Ja. Hey, wat geweldig om je te zien, man! Ja, jou ook! Wat is dit, jongen? Wat is dit, jongen? Je bent groot geweest! Alles goed! Groot altijd, hè? Achter beesten! Ik denk, je hebt wel een mooie zit, maar hè? Hoe is het? Ga je mij passeren met jouw trekje? Ja, de standbeetje. Ja. Ken je alle... jongens van dit? Ja, een klein beetje. Hoi jongen! Hey, dokter. Dat is lang geleden. Ja, maar het is leuk altijd nog goed. Nog ja, steeds? Al zeker. 28 jaar. Ja. Sterk genoeg, hè? Het is gevallen. Ik heb gehoord dat neus gevallen ben. Hè? Ja, ook is alles, joh. Ben je blauw? Is wel groot. Hebben jullie... Hebben jullie geen goede dokter? Dat jou kunnen helpen. Dat is ongelooflijk. Ik zou liever spelen, man. Ja. Dat zou je niet meer kunnen. Niet meer kunnen. Thomas, jammer. Nou? Wie hoop je dat er wint? Even eerlijk. Ik weet niet, die ranglijst volg je niet zo. Beter en neutraal, wint. Beter neutraal. Ja, neutraal. Vandaag neutraal. Ja. Ja. Thomas Galasek speelde tussen 1996 en 2000 vier seizoenen in het rood-wit-blauw van Willem II. De Tsjech was de motor op het middenveld in de succesformatie van trainer Co Adriaanse. Thomas kon alles. Kon een doelpunt maken, kon verdedigen, kon aanvallen. Die was eigenlijk een alleskunner. Iemand die het spel toch wel goed ziet. En links en rechts goede paas had. Een hele stabiele jongen die altijd een 6, een 7 of een 8 speelde. Eigenlijk nooit door de ondergrens zakte. Enorm vaardig, enorm inzicht. Een geweldige wedstrijdmentaliteit. Die liet zijn voeten spreken. En dat deed hij ook. Want die was altijd onbetwist. Speelde altijd. Haalde altijd een 7. Dat was gewoon een enorm goede speler. En meteen Galasek. Die de bal in de kruising legt. Bij trap is van Arts. Perfect voor Galasek. Goed aangenomen. Bij Bombarda gebracht. Uit de draai nog een keer Galasek. 1-1. 17e minuut na rust. Galasek. Doelpunt. Nou, Thomas was een speler die altijd fit was. Ik kan me niet herinneren dat hij ziek was of geblesseerd was. Dus hij stond altijd op elke training. Dat gaf hij ook 100%. En ook in de wedstrijd kon je altijd op hem rekenen. Hij speelde altijd voor een voldoende. En vaak ook hoger, omdat het wel een van de bepalende spelers in Willem II was. En dan gaat hij erin. En die is snel. En Vinnig. Galasek. Galasek! 2-0! De Ron ziet hem langzaam gaan. En dan is het een goal van Thomas Galasek. Die goal die Willem II mogelijk over de drempel van de Champions League helpt. Stol op kaats. Galasek een beetje aarzelend doorgekomen. Maar nu in goede positie gebracht. Galasek, de gelijkmaker. Op aangeven van Hiering. Galasek. Ja, 5-3. En op een overstapje van Hart, juist zo. Galasek. Thank you.
Momenteel woont Galasek in het Duitse Eckental, onder de rook van Nürnberg. En is hij jeugdtrainer van het elftal van zijn zoon Tom. Dat is voetbal. Spring niet zoveel, maar met deze moeten we vandaag springen. Ja, we zijn deze halve-zaal-toernooi gekwalificeerd, direct. We konden nog ergens kreuz spelen, elke weekend, zo een toernooi, maar we hebben niet gedaan. Ik heb gewoon voor deze finale ronde aangemeld in mijn elftal, omdat wij ook hoogste niveau Bayernliga spelen en dat was mogelijk of spelen elke weekend wat toernooien of direct kwalificeren laten en dat hebben we gedaan. Uitvoering is belangrijk, ja. De trainer kan wat aanwijzingen geven. Hopelijk begrijpen mij wat ik vertel. Af en toe? Versta je altijd mijn Duits? Tom? Nou, als we dan verstaan wij een Tsjechisch. Dat is mooi, ondersteunen. Papa. Maar meestal kun je aan wel. Wel, hè. Sommigen willen niet verstaan. Dat deed ik ook als ik niet Nederlands kon spreken. Dat heb ik ook vaak gedaan, dat ik niet verstaan. In de garage. In de zomer van 1996 is Willem II op zoek naar versterkingen. En in die jacht komen de Tilburgers uit in Tsjechië. Wij oriënteerden ons toen met name ook met hoofdscout Gerard Wielaert in Tsjechië. Dat was nog wel een heel interessant land. Wij zagen, we hadden tips gekregen van mensen dat er een hele goede spits bij Sigma Olomouc liep. Dat was Miroslav Baranek. Die gingen wij bekijken en daar waren we eigenlijk best van onder de indruk. Dus dat was iemand die echt wel naar Willem II mocht komen. Maar aan de overkant, bij toevallig de tegenstander Banik Ostrava. Daar speelde een hele goede centrale verdediger, dat was Tomas Galacek. En toen waren ze kijken, wist ik helemaal niks van. Toen was ik bij Willem II, hebben ze ook vaak over gesproken dat ze echt voor Baranek gevolgd hebben. En ik was in diezelfde wedstrijd goed opgevallen en ze dachten dat ze gaan mij halen naar Tilburg. En toen hebben we geprobeerd om ze eigenlijk alle twee te interesseren voor Willem II en ze naar Willem II te halen. En met Thomas is dat gelukkig ook uiteindelijk gelukt. En Miroslav, ja, die durfde dat op dat moment niet helemaal aan. En die heeft later wel een hele mooie carrière via Sparta Praag, FC Keulen. Heeft ook in de Tsjechisch nationale elftal gespeeld. Niet zo vaak als Thomas. Maar we waren wel heel erg gelukkig dat wij, met hulp van externe trouwens, toen Thomas naar Willem II hebben kunnen halen. Ja, dat was heel mooi moment, ook een heel zwaar moment, omdat ik moest toen beslissen of niet eenvoudig van Tsjechië weggegaan ben. Ik ben zo meer als gevlucht uit Tsjechië en ik heb in mijn tijdens carrière heb ik geen spijt gehad, dus ik heb wel een moeilijke weg gegaan ben, maar ik denk dat ik geen spijt moet hebben. Jij hebt wel eens in een ploeg met spelers, ja, dan klikt het gelijk en met Thomas klikt het gelijk. Bescheiden jongen, ja, het was een hele aardige gozer ook in de omgang. En we hadden gelijk een klik eigenlijk, we kwamen ook bij elkaar op de kamer terecht vaak met trainingskampen. Hey, Thomas was wel heel leergierig, wilde al heel snel Nederlandse taal machtig zijn. Dus daar was je wel extreem mee bezig, om dat zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Ik moet zeggen dat zaakwaarnemer heeft een zoon gehad. Die heeft mij de eerste 3 dagen geholpen om daar in hotel te komen.
wat woordenboek meegenomen waar ik kon elke avond wat te leren, Nederlandse woorden. Maar ook van andere spelers, medespelers, heel snel Nederlands geleerd. Ik was aanvoerder en ik maakte hem ook een beetje wegwijs van, ja, zo gaat het er aan toe in Nederland of in ons team toen. En ik denk dat dat vooral heel erg goed is geweest. Ik ga altijd zo toernooi met goede gevoel. Voor de eerste wedstrijd afgelopen is, dan is het weer wat anders. Maar ik denk dat ze wel kunnen voetballen. En hopelijk hebben we ook een beetje geluk waar je ook, wat ook nodig hebt. Ja. Als wij winnen, dan kunnen we in Bayern zo kampioenschap meespelen. Waar ook misschien van Bundesliga ploegen dabei kunnen zijn. Dus dat is wel motivatie, maar ik zeg dat wordt helemaal niet makkelijk vandaag. Machst du richtig, hè? Werdest du gefilmt, dann machst du richtig. Komm zusammen, dich in der Nähe. Freue mich, dass wir hier können spielen. Haben wir so entschieden, dass wir hier Finale mitmachen. Wegen des Futsal sagen wir nicht so viel. Aber jetzt sind wir gegen die Beste und wollen wir so präsentieren oder alles geben, was wir kennen. Ja, guter Ball. Komm, weiter. Ja. Diagonal und gerade, jawohl. Wechsel, ja, und schaue. Wie ich klein war, war ich nicht so Fußball-Fan. Es war sehr geringer, ich hatte überhaupt kein Fußball, wie sagt man, Interesse. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Ich habe angefangen, Fußball zu spielen in Eckenheit. Und da hat dann halt mein Vater ein bisschen mitgeholfen. Und dann später auch bin ich nach Bruck gegangen, weil mein Vater nach Bruck war, also wollte, dass ich auch komme. Dann hat er gesehen, dass der Trainer in Bruck bei mir nicht so gut war und dass ich nichts lerne. Also hat es dann halt mitgemacht und halt mitgeholfen und dann habe ich mich verbessert. Einfach Seite, hopp, 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 hopp. Immer ziehen und mitnehmen, ziehen, hopp, ziehen, mitnehmen. Alle wissen, dass dein Vater mal Profi war und dann hat man halt die Erwartung von den Menschen und alles. Und manchmal ist es schwierig für mich, halt die Last zu nehmen und halt zu wissen, dass ich Fußball spiele. Und dann fragen alle, ob ich auch mal Fußballspieler werde. Ich muss da auch durchgehen und fechten als Vater. Ich denke, das, was von mir gekriegt hat, kann sich auch da durchfechten und selbst bepalen. Hij moet niet van ons profivoetballer worden. Ik ben zeer enttäuscht, dat ik, wie ik klein was, niet zo veel interesse aan voetbal had. Weil ik was zeer klein, wie ik voetbal geschaut heb. En ik was halt niet interessiert en heb halt meestens im Stadion wat anders gemacht als voetbal zu schauen. Manu, eerste Spiel im Tor. Eerste Blockspieler werd Luca Grubi. Wie letzte Zeit haben wir auch gespielt, Tommy rechts und Markus links. Die müssen in Bewegung, he? Grubi, du kannst es. Du gehst wieder nach, he? Rückst du nach und hast du Ball und gehst du wieder weiter. Und die andere kann wieder zurückziehen oder übernehmen, Position von die andere. Ist einfach, Halle siehst du, das ist hin und zurück, deswegen da musst du was investieren und das ist wichtig. Und dann zusammen. Ich wünsche mir mit Thomas, dass wir mehr Fußball spielen. Wie ab und zu geklappt hat, auch Freitag in Halle geklappt hat. Wenn wir einmal Doppelpass gespielt haben, haben wir so schöne Aktionen gemacht und auch Tore erzielt. Machen wir heute was? Ja, komm, hey, komm! Gehen wir, komm! Viel Glück, komm!
We hadden een trainer die had fitheid hoog in het vaandel staan. Wij waren echt gigantisch fit. Hij had dan loopjes, Adriaanse, van 16 meter naar middenlijn toe. Dan moest je binnen 5 seconden en dan weer 5 seconden rust en weer omdraaien. En hij haalde zich 15 keer. Van middenlijn naar 16 meterlijn, dat is ongeveer 33 meter. En dat moesten ze binnen 6 of binnen 5,5 of binnen 5 seconden maken. Maar ze moesten ook van 16 naar 16, dat moet dan binnen 12. En ze moesten ook van achterlijn naar 5 meterlijn, dat is maar 5 meter. Of van achterlijn naar 16 meter. Dus het zijn allemaal verschillende afstanden met twee verschillende energiesystemen. En dat zijn vooral de systemen die je in een wedstrijd nodig hebt. Dus een sprintje van 10 meter, 15 meter. Een keer 60 meter terug bij een counter van de tegenpartij. Of als je in de verdrukking zit, een counter in balbezit. Op die afstanden trainde ik vaak. Ik moet zeggen, Thomas deed dat met 3 vingers in de neus. Want die was natuurlijk de Tsjechië gewend. Dat is een beetje ja, hoe het in Duitsland is. Veel lopen. Daar waren wij niet gewend. Hij was nooit geblesseerd. Conditioneel was hij top. Dus hij kon meters naar voren maken. Maar hij deed ook veel vuilwerk. Je ziet veel aan echt gearriveerde spelers die belangrijk zijn in een team. Dat ze wel meters willen maken in balbezit. Om in scoringspositie te komen of om te scoren. Maar terug niet. Maar terug was hij ook zeer betrouwbaar. Ja, is niks, hè? Na 4 seizoenen Willem II verdient Galasek in 2000 een transfer naar Ajax. Trainer Co Adriaanse neemt hem mee naar Amsterdam. Hij kwam bij Ajax van Willem II af en had een lastige start omdat het de speler van de trainer was, Co Adriaanse had hem aangetrokken. Maar al gauw bleek dat hij van geweldige waarde was. Een steunpunt, een dukdalf in het elftal. Intelligentie, kwaliteit, geweldige professionele ethiek. Een aanvoerder in hart en nieren. Ik vond Galasek echt een speler die ook wel bij Ajax paste. Omdat hij het moet hebben van zijn technisch vermogen en vooral zijn spelinzicht. Het is natuurlijk geen spectaculaire speler of een snelle speler. Maar zeker als controleur was hij heel goed bruikbaar. Mislukt schot van Van der Vaart, een beter schot van Galasek. En wat heet beter? 2-0. Een geweldige voetballer van Ajax natuurlijk. In het begin een beetje moeilijk gehad. Maar toen is hij toch uitgegroeid, ook voor het publiek, tot een lieveling van het publiek. En ook voor zijn medespelers natuurlijk. Geweldig inzet altijd. Altijd goede voetballer. Altijd netjes, altijd keurig. Geen gekke dingen. Nou, hij is voor Ajax een fantastische speler geweest. Hij heeft toen 1 miljoen gekost. Nou, zo'n afschrijving van 2 ton per jaar. Vele kampioenschappen heeft hij later nog gehaald. Dus daar heeft hij een hele goede periode gehad. Hij was voor Ajax, ook voor de jongere spelers, een geweldige speler natuurlijk. Altijd zijn best doen, maar ook gewoon een goede voetballer. Eigenlijk had hij wat brutaler moeten zijn. Hij had wat meer Amsterdammer moeten zijn. Maar had hij nog meer uit zijn carrière gehaald dan dat hij gehaald heeft. 100%. Bescheidenheid is evenredig aan zijn motivatie. Oftewel, grote bescheidenheid, maar ook een grote motivatie. En die bescheidenheid werd wel eens verkeerd vertaald door mensen. Hè? Die zeiden, ja, wow, weinig persoonlijkheid, weinig karakter. Maar dat had hij juist wel. Alleen van binnenuit. Hij hoefde niet naar buiten te komen met allemaal fratsen en dikdoenerij. Maar in het veld, daar was hij er. In de kleedkamer, daar was hij. Mensen of die omheen werken of bij club zijn, die hebben ze mij nog gezegd, dat ben je bescheiden voor. Misschien een koude sfeer bij Ajax, dat is heel veel druk. Maar was een keer mijn droom, toen ik naar Nederland ging, dat ik een keer bij Ajax zou kunnen spelen. Dus ik dacht dat het niet zo is. En dat heb ik ook ervaren, dat nog tot nu toe Ajax geen koude club is. Mariana in de ploeg gekomen, hij gaat op het middenveld spelen. En als rechtsback nu Danny Matthijssen in plaats van Raymond Victoria. Maar het is al 0-4 na 17 seconden in de tweede helft door een goal van Thomas Galasek. Dreiging is er steeds wel bij hem, maar het zit hem nog niet echt mee in de laatste fase. Dit is een prima opening op Galasek. Die Maris probeert met links. Oh, wat een prachtige treffer van Thomas Galasek. Tegen zijn oude club breekt hij de wedstrijd open en natuurlijk is het verdiend, want Ajax is een half uur lang de veel betere ploeg in Tilburg.
weer een speciale wedstrijd. Maar als ik daar als speler ben, dan wil ik ook winnen. Omdat ik met andere werkgever kom op bezoek bij Willem II. Dan is het weer emotioneel hoe ze mij opvangen. Alle supporters als ik op het veld opkomt. Dat is ongelooflijk ook zo op fans. En dan score ik, wil ik niet zo doelpunt vieren, enthousiast of helemaal door het dak gaan. En is gewoon, dat is gewoon een mooi moment. Maar in de kleedkamer weet ik of ga ik motiveren mijn medespelers dat we hier moeten winnen. Dat ze weten dat ik bij een betere club weer gegaan ben. Ibrahimovic is ook 19, 20 jaar toen hij bij ons kwam. Mido heb je ook nog meegemaakt. He, ook bijna een schaar tegen zijn hoofd. Dat was geen concurrent voor mij. Nee, hebben we geen schaar gegooid. Maar dat was het incident. Nou goed, daar was hij ook bij natuurlijk met Zlatan en Mido. Maar dat soort dingen maak je toen mee met jonge jongens. En hij was gelukkig de jongen die daar nog wat rust in kon brengen. Tussen die jongens. Het cement is al die jonge jongens een beetje. Hij heeft in elk geval niet de schaar gegeven aan Mido. Maar ja, weet je, dat ging allemaal zo snel. Dat was een soort vulkaan die uitbarstte. En iedereen stond verbaasd en verbijsterd te kijken. En probeerde natuurlijk tussen beiden te komen. Toen die twee mastodonten met elkaar in gevecht gingen daar in die kleedkamer. Ja goed, dat smoorde wel. Ja, je kan daar niet zoveel, je kan er niet voor zijn. Zulke soort dingen. En hij zat er ook bij, want hij zat aan de linkerkant van Mido in die kleedkamer. En ja, je reageert zoals iedereen reageerde. Maxwell, corner 2 van Ajax. Koolman trapt de bal weg. Maar Ajax is er nog steeds. Weer met Maxwell. Goeie bal zeg. Ibrahimovic, goal! Hij was belangrijk voor dat team omdat hij verantwoordelijkheid nam. We speelden tegen Grazer AK. Dat was een kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. Een wedstrijd met veel spanning. Op een gegeven ogenblik krijgt Ajax in de slotfase een penalty te nemen. En Zlatan Ibrahimovic was de aangewezen man om die strafschop te nemen. Maar die deed het niet. En wie kwam naar voren? Tomas Galasek. Die kwam die penalty nemen. Hij nam die verantwoordelijkheid. Een spanning, want de penalty is natuurlijk iets heel bijzonders. Zeker op zo'n moment. Dan is het niet zo makkelijk als het lijkt. Ik zie hem, ik zat achter het doel en ik zag zijn concentratie, zich afsluiten van de wereld. Ik zag ook hoe hij met een daverend schot het net liet bollen. En wij waren in de Champions League. Op het juiste moment, aanvoerderschap, die band bewezen. Die band die zo belangrijk is voor Tomas Galasek. Schiet hij Ajax naar de 2-1? Schiet hij Ajax naar de Champions League? Ja! De verlosser is gekomen. Hij heet Tomas Galasek. Ja, dit is dus de aanvoerdersband die Tomas Galasek droeg in die bewuste wedstrijd van Ajax tegen Grazer AK. Ik vond het zo'n bijzonder moment en ik dacht, ja, daar wil ik wel een aandenken van hebben. Tomas, genereus als hij is, heeft ook zijn handtekening erop gezet, zodat het aandenken nog mooier werd. Maar het is een van de mooie herinneringen, de mooie souvenirs die ik aan hem had. We hadden al een goede band, zoals het normaal gaat in kleedkamergebieden. Maar dit is een beetje een onderstreping van onze relatie ook. Hey, jongens, alles goed? Ja, prima. Ik ga even naar Sylvia toe, even gedag zeggen. Echt? Ik zit daar bij PES. Ja, ik weet het. Hij zit altijd bij PES. Dat ze opbouwen in problemen kunnen komen. Dat ze niet makkelijk kunnen. Ja dat is altijd moeilijk. Ja. Dat is altijd moeilijk. Ja. Dan weet je hoe moeilijk het is. Dan loop je sowieso veel. Oké. Okay. Probeer het hoog om en daarna dan. Ja. Goed, ik ben benieuwd. Ja. Veel geluk. Ik ben voor. Mooi voetbal vandaag. Goed, leuk te zien. Dan kom ik in mijn trotse kamer waar we renoveerd hebben. Als we renoveerd hebben hier in Duitsland, dan was mijn idee dat ik overal wat ophangen kan in huis. Maar dat is gestrikt door mijn vrouw verboden. Dat ze niet nu voetbal aandenken en kon ik hier wat regelen. En dat was mijn kantoor, heb ik gedacht. Als ik later toekomstige trainer word, dan voel ik me hier
helemaal thuis. Dus hier is zo een vitrine gemaakt waar ik zo niet zoveel prijzen, geen Champions League beker en zo heb. Maar er zijn wel herinneringen waar ik ook drie keer uitgekozen voetballer van het jaar was. Ja, dat is ook wat als je 4 jaar bij de club speelt, net als Willem II. En 4 maal in 4 jaar 3 keer uitgekozen voetballer van het jaar is, dan is heel leuk. Dan zijn ook zo prijzen in deze vitrine. Heel mooi is als je weet dat je bij Bannik opleiding meegedaan hebt. Dan is die Willem II gekomen. Ongelooflijke Champions League. Dan was ik alweer ervaren Champions League spelen. Dus dat, door Willem II had ik weer makkelijker bij Ajax Champions League spelen. Hier is Robben. Toen moesten we vaak tegen elkaar met Nederland. Kwalificatiereeks, dan zijn we weer Portugal tegen elkaar gespeeld. Dat was een hele goede wissel. Maar mij hebben ze ook gewisseld, dus is ook zo een goede kant opgegaan. Dus weet ik niet of daar door wissel van Robben of door wissel van mij beter is gegaan. Moeten we trainers vragen. Hè? De tweede helft van het seizoen 98-99 is een ware zegentocht voor Willem II. 13 van de 15 wedstrijden worden gewonnen. En de opmars leidt naar de tweede positie op de ranglijst. In dat halve seizoen, daar hebben we denk ik volgens mij 1 wedstrijd verloren. Kijk, ze zeggen wel eens, is een mooi woord, we zitten in een flow. Nou, we hebben een flow gehad toen van een half seizoen. En we gingen echt naar wedstrijden toe dat je zegt, nou, wij verliezen niet. En dat ging gewoon lopen. En we wonnen de eerste wedstrijd hier van Heerenveen thuis 3-2. Toen volgens mij 3 keer met links werd gescoord door allerlei mensen die eigenlijk niet links waren. Iedereen heeft de juiste plaats in elftal gehad. En dat was het belangrijkste in die tijd. En zelfs vertrouwen was ongelooflijk. En ik denk ook met buitenlanders die daar waren, Jatus Papasano met goed combineren met Arno Arts, Sami Hipia, Fine waren geliefd. En dat heeft alles goed gewerkt, ja. En ik denk dat moest ook trainer daar wat doen om zo elftal te bouwen. De tweede plaats die recht geeft op rechtstreekse deelname aan de Champions League wordt veiliggesteld op bezoek bij Cambuur Leeuwarden. En het is Galasek die de belangrijke 0-1 voor zijn rekening neemt. De Ron ziet hem langzaam gaan en dan is het een goal van Thomas Galasek. En er valt die goal van grote afstand. Die goal die Willem II mogelijk over de drempel van de Champions League helpt. Ik weet dat ik nog niet helemaal fit was, maar die wedstrijd, de wedstrijd wilde ik ook niet missen. Ik zie op foto ook later dat je zo met verband speelt en zo om je hamstring heen. En het is een belangrijkste wedstrijd en die wil je niet missen. Ja. Galasek, Sanu. Is er langs, Sanu. En dan het penaltygebied in en dan kijken waar vind je de man die je maar in kan tikken. En dat is Hermes. Dat ik heel lang tegen Europees voetbal aanhikte en dat elke net niet lukte met Willem II. En toen ben ik naar NAC gegaan, omdat was toen de intentie en de potentie hoger om Europees voetbal te halen. En nou goed, met NAC is het toen eigenlijk niet goed afgelopen en Willem II haalde toen Europees en zelfs Champions League. Adriaanse begint al met zijn rondje langs de reserves om iedereen te feliciteren en mee te laten genieten. In het succes, want Willem II heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt. Volgens mij hadden we 68 punten of zo. En tweede, nou ja, dan kan je ook een keer derde of vierde worden met 68. Maar dat was eigenlijk uniek, dat je
eigenlijk bijna kampioen werd. Dat was weer eentje van Yassine Abdelhoui, die heeft zo wat uitgevonden en was helemaal leuk. Ja. Ik weet dat we helemaal geplakt zijn op grond in de kleedkamer van Champagne. En sommigen konden niet meer natte kleren aan te doen of weer menen. Naar schatting 20.000 mensen stroomden samen in het centrum om de spelers van Willem II toe te juichen. Tegen alle verwachtingen in werd de club tweede in de nationale voetbalcompetitie. Een plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League. En dat is een primeur voor de club uit Tilburg. Na zijn carrière in Nederland komt Galasek uit voor Nürnberg, Banik Ostrava en Borussia Mönchengladbach. Met Nürnberg zorgt hij voor een daverende stunt door in 2007 de Duitse beker te winnen. Succes herinneren ze hier alle supporters beter dan die nederlaag daarna, een jaar daarna, wanneer we ook degraderen moesten met Nürnberg. Dat was wat pijnlijk, maar ik zeg dat supporters vergeten degradatie en herinneren nog die successen. En dat was die bekerfinale tegen Stuttgart in Berlijn, toen wij in verlenging gewonnen hebben. Baan gegeven, ja. Heeft tartanbaan, Nederlands atletiekbaan omheen. Maar als mensen komen, 40.000, 45.000, komen ze hier, zijn ze helemaal gek op voetbal, dan geeft heel hele mooie sfeer in het stadion. Oh zo, ja. Ik ben een beetje verstoppen, weer bescheiden. Moest ik naar voren komen. Zo zie je niet helemaal. Maar het maakt niet uit. Hele mooie moment in mijn carrière. En hoe ze gevierd hebben, dat was helemaal ongelooflijk. 100.000 op weg. 3 uurtjes hebben we in cabrio's gereden tot in de stad. Zijn we gekomen. Hallo, grüße euch, ja. So ein bisschen Erinnerung, ne? Bei FCN gibt es große Erinnerungen. Ne? Ja. Jetzt oben schöne Poster und so weiter. In Gladbach war es das letzte Jahr. Ende Karriere, da habe ich so Abschied genommen. Ja. Met hele goede trainer Hans Meijer. Die heeft mij ja, ergens gezien, misschien in die tijd bij Willem II. En ik wist nu dat hij in die tijd, 96, 98, Nederlandse club als trainer was bij Twente in Schede.
Hop, ja. Milik. Mazur, Schöne, dat is mooi gespeeld. Milik ontsnapt. Milik, is dit dan 0-1? Nu wel, omdat die bal van richting wordt veranderd door Heerkens. Maar goede actie. Goede actie. Iets minder leuk om hier alleen te gaan. Armenteros. Armenteros. En een misser van Viergever. Dankjewel, het is gelijk. Dit is zo'n situatie waarbij Ajax wordt geklopt door zichzelf. Zo was. Maar verkeerd, ja. Uit. Ja. Oh, ja, ja. Nee, man. En nu is El Ghazi weg. Stapt Van der Struik verkeerd. Staat El Ghazi alleen voor Landvloer, maar maakt hij hem ook? Nee. Geweldige redding van de doelman. Zo te zien, zeg ik meer Willem II dan Ajax. Ja. Ajax heb ik niet het gevoel dat ze binnen willen. Dus moeten we afwachten. Ja. Maar ik denk, zo is het goede resultaat. Kan ik meeleven? Van Rijn, half gemist de bal. Hij krijgt een herkansing. Daar springt hij ook niet al te best mee om. Maar nu is Willem II weg met 3 tegen 2. Serrero is aan de laterkant. Er moet breed gekeken worden. Wie maakt hem? Oh, dit is de kans van het seizoen. Hij komt op naam van Armenteros. Hij moet 3 punten opleveren, maar hij gaat naast. Hoe is het mogelijk? Het eindigt in 1-1. Dat gebroken Nederlands, dat is een mooi taaltje. Hè? En ja, we hebben ook soms, dan lig je op de hotelkamer en dan lach je ook wel eens. Hè? Want dat, ik bedoel, ik heb ook wel eens woorden Tsjechisch geleerd. Hè? Dat was slappy, dat was bijvoorbeeld blinde. En dan zei hij bijvoorbeeld, want Roelof Luijngen bijvoorbeeld in het veld, dat was niet zijn vriend hoor, Roelof. En dan zei hij bijvoorbeeld tegen mij, als hij een gele kaart te pakken had van Roelof, en die had hij vrij snel, dan zei hij altijd, anno, slappy, slappy. Ja, dan wist ik, dat betekende blinde. Ja, daar hebben we nog wel eens vaak om gelachen hoor. Want als we ook steeds Roelof Luijngen kregen, dan zei hij tegen mij al, slappy. Dat was zo'n mooi woord, dan ga je mee spelen. Dat was voor mij iemand loopt als blinde hond. Dus dat betekent slappy pes en dat hebben ze alle andere Nederlandse voetballers of medespelers goed gevonden. Ze moesten dat herhalen en ze dachten, we kunnen wat in Tsjechisch vertellen. Galasek kan zo doorlopen, wordt getackled en de bal zal op de stip gaan. Is een scheidsrechter met zijn eigen wetten. Dat weet ieder die de samenvatting zag van de Graafschap PSV vorige week. En dit is ook weer zo'n Luijngen wet. Hoe bestaat het? En ook op het veld, ik kan wel herinneren dat ze stond hier een beetje onder druk en de keeper kon niet uittrappen. En ik moest ook die uittrap doen. Maar dan moest ik elke 30 meter moest ik aansluiten. Dus dat was best wel vermoeiend. En dus ik op een gegeven moment zei ik tegen Thomas, trap jij even een keer, weet je wel. Dus zei ze, ik ben ook moe. Dat begrijp ik. We hebben ooit, Jimmy van Wessem die maakte ooit, dat vergeten we nooit, in de nabespreking zei hij, die kreeg een doelpunt tegen. Ja, een schot van ver af, ik weet niet tegen wie het mee was. En toen zei hij in de nabespreking, die onder Adriaan Jaans, altijd de nabespreking, dat was altijd echt confronterend, weet je wel. Die kwam voor je staan en ze zei, en? Wat vond je van die situatie, wat je daar deed? Weet je wel, en dat zei hij bij Jim toen ook.
En toen zei Jimmy heel droog, ja trainer, ik miste een stapje. Weet je wel, het doelpunt tegen. Hè? En we hebben wel eens een periode gehad, dat als we een doelpunt tegen kregen, dan liep hij langs met Thomas en zei hij, ja, Van Vessen miste een stapje. Dus kijk, dat zijn wel leuke dingen om bij te zijn. En dan dat er nog flauwekul is in het veld over dat iemand in dit geval Van Vessen een stapje miste of een doelpunt doorlaat. Ja, het is een hele bescheiden, stille jongen die zijn emoties niet elke dag tentoon spreidt. Nou, we moesten Europa uit, hè. Dat was Tbilisi in Georgië. En die wedstrijd wonnen we met 3-0. Dat was echt een mooie wedstrijd. Wij dachten toen, Willem II uit was vroeger toch altijd wel een probleem. En dan zeker in Europees verband. En afloop in het hotel met de sponsoren hadden we een soort feestavond. Dat is altijd leuk met dokter Vioen erbij, de clubarts die het nu nog is. Die dan gaat zingen uit zijn eigen repertoire en met de jongens erbij. En ja, daarna was iedereen een beetje los, zonder dat er drank in het spel was. En Thomas ging opeens dansen in zijn eentje. Dus ik dacht een soort kozakkendans was. Hè, dat hij op zijn hurken zat met zijn benen gestrekt zo links en rechts naar voren. En iedereen klappen zo. En zo kenden we Thomas helemaal niet. Hè. Dus hij heeft natuurlijk ook een hele uitbundige gezicht. Heeft hij, maar misschien ook door zijn afkomst uit het Oostblok toont hij dat niet zo snel. Over kop heen en lassen. Ja. Het was weer later, gisteren wel een hadden. Door over kop heen lassen. Doel over fabrikanten. Naag, David. Kom, David. Zeit, kom. Grubi, blijf. Ze maken weer zo. Schade. Weiter, kom Tom. Mit. Ohne foul. Goed, kom. Nou, kom. Luca, naar voren. Gigi. Dribbel. Andere. Alle jongens. Goed, Marcos. Ja, ik zie Thomas zeker wel een trainer. De manier waarop hij het spelletje ziet en beleeft. Maar ook de entourage en de media, de supporters eromheen. Ik denk dat hij met zijn ervaring en kijk op het spelletje wel een heel goede trainer zou zijn. Kom! Wechsel! Je ziet het spelletje goed, even overal op iedere positie bijna gespeeld. Weet ook wat er gevraagd wordt internationaal, want dat vergeet iedereen wel eens, want hij heeft ook een menige interland voor Tsjechië gespeeld. Bij Ajax gespeeld in de top. Ik denk dat, ik zeg altijd, iedere voetballer, dat zeggen ze wel eens van ex-voetballers, betaalde voetbal, wie trainer wordt. Ik denk dat het belangrijkste is als je dan, want menigeen ziet het spelletje natuurlijk goed. Het belangrijkste is dat je iets kunt overbrengen op mensen, op spelers, dat je verbaal kunt praten voor groepen. Ik denk dat dat een belangrijk aspect is voor ex-spelers, om dat te beheersen, voor groepen staan, voor de klas staan, zo gezegd. En als Thomas dat onder de knie heeft, waarom zou hij geen trainer kunnen worden? Zoals je gezien, 100 kansen tegen 2, of 3, was we weer verschend hebben. Dat is alles. Verlieren we zelf. Ik kan niks anders sagen. We hebben schön gespielt. Schönes Spiel gemacht. Ich habe nichts gegen. Aber so viel Chance, Jungs, das geht es nicht. Hij is zeer gedisciplineerd. En dat moet je zijn als trainer. En iemand die het uiterste uit zijn carrière heeft gehaald. En dat heb je ook nodig als trainer. Dan moet je elke dag het voorbeeld zijn. Het was niet alleen maar een uitvoerder, maar het was ook een denker. Dus hij dacht ook tactisch mee, van hoe kunnen we wedstrijden lezen en hoe kunnen we bakens verzetten om een wedstrijd te kunnen winnen.
Dus hij heeft ook heel veel ervaring die hij meeneemt. Maar daar kan hij ook heel goed over nadenken. En ik denk, ja, misschien het probleem dat hij zo introvert en bescheiden was, dat hij wat moeite heeft om het over te brengen, verbaal. Maar dan heb je nog altijd het veld en tegenwoordig de videoanalyse waarbij het ook kan overbrengen. Dus ik denk dat hij zeker als assistent, om te beginnen, dat hij... Hij is ook heel loyaal, dat is ook belangrijk in voetbal, aan de top, zeker als assistent. Ja, dat hij een toegevoegde waarde kan zijn en door zijn bescheidenheid en zijn verleden kan hij ook, denk ik, snel wel een band leggen tussen hem en spelers, daar waar de hoofdtrainer wat verder van de spelers afstaat. Dus ik denk wel dat hij dat heel goed zou kunnen. Kom, Frenkie, hè? Het is ongelooflijk, hè. Als we nog meer willen. Blijf eraan! Eraan blijven, ja. Kom. Ja, Robbie! Goed, Robbie! Neem ze alle. Blijf hier met. Enttäuschen, ja. Entscheidet Kleinigkeiten. Das ist einfach. Eine Fehler wird bestraft. Wir bestrafen keine Fehler. Und das ist Unterschied. Egal, ob du draußen spielst oder innen spielst, da musst du immer mit Einstellung und Einsatz machen. Wenn das nicht kann brennen, dann wird auch draußen schwierig. Hier in het stadion van Willem II, een praktisch uitverkocht stadion. Debuut dus van Willem II in de Champions League. Zal natuurlijk vanavond niet meevallen tegen deze uitgebalanceerde, technisch goede ploeg te spelen. Het wordt een zware dobber voor Willem II, dat is zeker. Een geweldige periode voor Willem II, ook in de historie. Hè. Het komt niet zo vaak voor dat je eerste seizoen Europees voetbal, daarna Champions League behaalt. In die periode. Een mooi stukje historie geschreven met dat team. We hadden eigenlijk misschien gehoopt op de loting op aansprekende namen dan Sparta Praag, Bordeaux, Moskou. Kijk, dan, je hoopt op hele mooie namen, maar wij troffen gewoon ploegen die en heel goed waren en relatief onbekend waren. En zeker voor supporters was dat niet zo leuke tegenstanders om eerste keer Champions League komen en dan Spartak Moskou uitloten. Ja. Dat was jammer, maar het is niet anders. Dan begin je hier thuis tegen Moskou. Nou ja, er staan 11 internationals van Rusland staan erin, dus gewoon een sterke elftal. Nou, die verlies je dan. Dan denk ik van, ah, oké, okay, dat is ook nog wel even wennen. Ik kreeg twee penalties tegen. Dan speel je uit bij Bordeaux. Nou, ook een grote club internationals. Louis Thor, Laslande, Miku. Dat was Jato Cissé die zich laat groeten. Daar is Tomas Galasek en dan zien de spelers het veld voor zich liggen. Miku, Wiltor. Kansje voor Willem II, daar komt de kans aan op de gelijkmaker. Het moet hem zijn, het is hem. Het is 2-2 geworden. Ousmane Sanou, toch zeker. Ik kom er wel op 2-2. En ja, we gingen gewoon vol voor de winst. Dat was ook hoe we eigenlijk altijd speelden natuurlijk. Maar helaas kregen we daar nog de deksel op onze neus. Die kwam wel hard aan, moet ik zeggen. Omdat je dan ja, zo hard hebt gevochten en dan nog op laatst nog even die punten weggeeft. Toen gingen we naar Praag. En dat was, ja, dat was eigenlijk echt een verschrikkelijke wedstrijd. Je merkte wel in Praag, ja, iedereen kent Thomas. Die was inmiddels volgens mij ook richting international aan het groeien. En die naam werd ook meer in Tsjechië gevestigd. En je merkt dan wel dat de logisch Tsjechische spelen bij Willem II. Dat merk je wel, dat klopt. Ja, dat was weer als een Tsjech bij een buitenlandse club speelt en ga je naar Sparta Praag spelen. Is weer media alle interesseren wat meer over jezelf. Dus ja, het zijn een speciale wedstrijden gewoon. Voor hem was het natuurlijk helemaal een bijzondere wedstrijd. Terug naar Tsjechië en dan ja, natuurlijk iedereen die ook naar hem kijkt. En ja, we hebben geloof ik 68% balbezit gehad. Maar elke keer als we in de bal hadden, dan lag hij in het netje. Dus dat was, ja, verliezen daar 4-0, dat was ja,
de verschrikkelijkste wedstrijd. En dan doen we het eigenlijk de wedstrijd daarna, hadden we ze thuis. En dat duurt eigenlijk heel goed. Balbezit via Zhukov. Galasek, vanavond de aanvoerder tegen zijn landgenoten. Cromayon. Cisse trekt naar binnen. Zhukov was er nog, het wordt Cromayon en Bombarda, 1-0! Binnen 30 seconden! In de vijfde minuut de vrije trap op een meter of 19 van het doel van Postulka. Galasek op Schenning, zo! Die zit erin! Mark Schenning, uitgefloten toen zijn naam werd voorgelezen in de opstelling. En dan komt 3-1 voor en ook weer penalties tegen Thomas eraf met de rode kaart. Ja. Dat was voor hem niet geen prettige weken, denk ik. Dat, nee. En dan met rood uit het veld gaat, dan zou je niet landen onhouden of snel herinneren. Willem 2 met 10 man verder. Kan ik je iemand voorstellen? Ja, hallo. Weet je niet? Ja. Tom? Die is Nederlander. Een Nederlander. Kom jij hier voetballen? Ja? Ja. Hij wil nu mij als trainer hebben. Thomas, welkom. Goedemiddag. Speciaal welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartstikke leuk dat je hier bent. Ik ben ook. Voel jij je hier thuis? Altijd. Ja? De eerste dag, ja. Ja? Maar ik zeg waarom. Ik zeg waarom. Ja. Omdat ik Sean geleerd leren kennen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Sean is een fijn mens. Ja, dat proost op. Ja, proost. Eén punt, hè, Polonaise. We hebben één keer verloren, hebben we ook Polonaise gedaan. Okay. Hier heel mooi gewonnen heb, dat was gewoon weer... heel leuk mensen ontmoeten en weer met die mensen ook kunnen lachen. Dus dat vind ik heel mooiste. Vriendelijkheid en zo'n beetje ontspannen. Ik denk dat bij Willem II moet ik voor Willem II zijn. Maakt niet uit dat ik bij Ajax 6 jaar gespeeld heb. Als ze Arena spelen, dan ben ik voor Ajax. Ja, maar vandaag was ik meer voor Willem II. Maar moeten ze mij vergeven, hè? Fans van Ajax moeten ze toch begrijpen, hè? Dat doen ze ook. Dat ik neutraal was. Ja, ze hebben wel aangegeven dat er nog plaatsen over zijn. En dat is heel mooi dat ik altijd ergens waar ik gespeeld heb weer open deur staan. En kan ik altijd komen. Dus wie weet,